Kijk. Dit is eigenlijk, dit heb ik toen we wisten dat we dit huis gingen kopen. En ik gewoon ga verzamelen voor het mooie plaatjes. Kijk, dit is eigenlijk nog een droom die ik al heel lang wil hebben. Dus daar zijn we al heel lang voor aan het sparen. Met hoe ik, wat de sfeer moest worden in dit huis. En dit heeft mij geholpen om in ieder geval te kunnen communiceren met de aannemer wat voor beeld ik had voor ogen. En ook met de architect. De eerste verdieping waar we nu zijn, die blijft zoals die, vrijwel zoals die is. We staan nu in de slaapkamer van ons dochtertje. Dus laten we zo. Ja. Boven hebben we helemaal opengebroken. Daar komt dan een kleine logeerkamer en een klein washok. En beneden weten we nog niet. Dan gaan we beneden wonen en boven verbouwen. En als het boven klaar is, dan draaien we de boel om. We hebben niet zozeer voor een kluswoning gekozen, maar gewoon voor deze woning. En dat, die toch, dan, dat er heel veel geklust moest worden, dat was, nou ja, bijzaak is het al lang niet meer. Maar het drukte ook de prijs behoorlijk. Ja, en, dus daardoor werd ineens een huis dat zo groot is, werd wel bereikbaar. Wat anders. Met een tuin, dicht bij het centrum, in een hele leuke wijk en een oud huis. Ja, we wonen nu in Klaarmel, dus anderhalve straat verderop ongeveer. Ja. Dus we komen hier, we liepen hier heel vaak doorheen. Deze woningen trokken ons gewoon. Dus dat, ja, en hier, alles wat hier aan moet gebeuren kun je ook zelf. En dat scheelde voor ons wel heel veel. Ik kom gewoon lekker meteen zelf aan de slag. Dus dat trok mij wel. Ja. Welkom op de Nijhofstraat. Meteen bij een van de mooiste dingen. De patio hebben wij gecreëerd om wat meer te kunnen genieten van de mooie zuiderzon hier. We hebben een relatief kleine tuin, dus dit was ter compensatie eigenlijk. En als je omkijkt, zie je onze werkruimte. We hebben op 1 maart vorig jaar een sleutel gekregen. En omdat ik toen al 5 maanden zwanger was, we heel graag voor de komst van ons eerste kindje in dit huis wouden zitten, hebben wij aannemers in de hand genomen. En het grove werk hebben we zelf gedaan. En half augustus zijn we er ook ingetrokken. En uiteraard moeten de kleine dingetjes nog steeds gebeuren, maar dat is in elk huis. Maar het is ons gelukt samen met aannemers om binnen het budget en in een korte tijd dit huis te realiseren. We hebben eigenlijk hier op de eerste verdieping 3 slaapkamers gecreëerd. Dit is onze eigen slaapkamer, de ouderlijke slaapkamer. En met de koof ervoor, omdat de open haardkast daar loopt. En mijn inloopkast. Just for women. Dit is de benedenverdieping natuurlijk. We hebben een iets wat alternatieve indeling. Dan kan je zien, we hebben de keuken helemaal in het midden geplaatst. Het is eigenlijk, we zijn allebei kookfanaten en eetfanaten. Dus dat was eigenlijk een van de belangrijkste dingen voor dit huis. Neem de tijd om materialen uit te zoeken, om na te denken hoe je het wil hebben. Uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste. En is het bouwen, ja, dan nog maar een piece of cake is misschien wat makkelijk, maar dat gaat dan een stuk makkelijker. Bye.
mooi oud huis met een tuin dicht bij het centrum. Nou, dan kan je of heel veel geld in gaan leggen, of je moet gaan klussen.